Bij een overval op een woning aan de Bospolderstraat in Rotterdam is een vrouw gewond geraakt. Rond 2:30 vrijdagmiddag kwamen 3 mannen de woning binnen. Zij bedreigden de aanwezigen met een vuurwapen, gingen er met een onbekende buit vandoor. Een van de aanwezige vrouwen sprong tijdens de overval van de eerste verdieping naar beneden. Ze is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.